Hallo allemaal, mij is gevraagd om een tutorial te doen voor dit soort kralen. Nou is dit een groot gatkraal, weer nog een groot gatkraal, wacht even, moeilijk vasthouden, een ronde, die is natuurlijk hetzelfde. Maar je kunt dit natuurlijk ook maken met andere vormen. Ik heb hier een lenteel. Hier nog een. Andere kleur. Allemaal dezelfde techniek, maar net een andere kleur, andere vorm. Nog een liggen. Dit is dit. Turquoise, donker turquoise. Bruin, ook leuk. Ik probeer altijd een beetje kleuren te maken die goed draagbaar zijn, zeg maar. Niet rood, groen, geel, paars, alles door elkaar. Maar neem gewoon een neutrale ondergrond, zoals een ivoor of wit of een lichte kleur in ieder geval. En dan ga je in dezelfde kleurstelling verder. Ik neem een maximum van twee kleuren, bijvoorbeeld groen en bruin. Turquoise en bruin. Bruin doet het trouwens heel leuk op deze kralen. Zwart en bruin, gaat allemaal heel goed. Of groen en blauw gaat ook heel goed. Het wordt een beetje door elkaar gemengd, dus je gaat minder het onderscheid kunnen maken tussen groen en blauw. Maar goed, ik ga gewoon wel wat laten zien. Ik heb geen filter helaas. Die ben ik even vergeten. Oh, en ik heb hier nog avonturine. Frits, die heb ik hier op een soort lijn gelegd, zodat ik straks kan ik hem makkelijk zo doorheen rollen. Nou, zoals gezegd, ik maak deze kralen op een neutrale ondergrond. Mijn doel is altijd om gewoon simpele kleuren te gebruiken, goedkope kleuren, leuke kralen maken van goedkoop glas. Ik heb hier ivoor of wit, kan allebei, maar kijk niet veel uit. Ik weet toch nooit hoe deze gaan worden. Nou, dan heb ik hier andere transparanten liggen. Dit is een donker aqua, kobalt. Donker amethyst, dit is een donker topaz en dit is een turquoise, geloof ik. Nou, ik denk dat ik vandaag ga voor de ivoor met bruin en nou, paars maar eens een keer. Ik begin dus met het opzetten van een basiskraal. Nou, ik maak weer een groot gatkraal vandaag. Dit kan even duren. Ik maak mijn kralen vaak zo'n 3 centimeter op de gok.
ongeveer de grootte van mijn kraal. Even een beetje egaal maken. Dit is morgen mijn basiskraal. Ik heb nu een donker topaz transparant. En dan ga ik strepen zetten. Tenminste, één streep. En het hoeft helemaal niet zo netjes, want het gaat dadelijk allemaal weer smelten. Dus je zet er gewoon een streep op. En je kunt ook zeggen, en dat doe ik aan de andere kant, dus nog zo'n streep. Ligt er een beetje aan hoeveel kleuren je gaat gebruiken. En ik vind een lijntje avonturijn ook wel leuk. Dus verwarm het stuk waar de frit moet komen. Ja. Stukje frit. Dan kan de andere kant nog een keer. Hier een donker amethyst, transparant. En om het avonturine wat meer verdieping te geven straks, zet ik er transparant op. En ook dat hoeft niet echt heel netjes. Wel meerdere lijntjes nodig, zeg maar. Nou, nu heb ik de hele basis van mijn kraal. Even te zien. Dus ik heb nu gewoon strepen. Kan je dus in allerlei kleuren doen, wat je maar leuk vindt. De hele boel insmelten. Nou, zodra het allemaal een beetje ingesmolten is, dan ga ik het glas nog veel meer verhitten, want dan wil ik dus dat het gaat uitzakken. Dus ik ga nu
straal de hele tijd van me afdraaien. Dus ik blijf alleen maar van me afdraaien. Ik ga hem verwarmen. Ik blijf wel heen en weer gaan, want anders verbrand je je glas. Totdat het gaat zakken. Kijk, ik weet niet of je het kunt zien. Kijk. Ja, dat is moeilijk te zien, denk ik. En dan schuif ik mijn kraal een stukje op. En dan ga ik het daar helemaal verwarmen. En dan gaat het daar zakken. Kijk, waardoor je dus dat puntje erin krijgt. Kijk. Zie je? Dat veetje. Ik ga eigenlijk heel langzaam rond. En ik blijf die kraal wel links verwarmen, rechts verwarmen, links verwarmen, rechts verwarmen. En dan schuif ik weer een stukje door. Dat het goed gaat smelten. En op een gegeven moment denk je dan van, nou oké, ik vind hem zo genoeg. Dan zorg je dat hij een beetje rond wordt. Dus. En dan kun je hem nu in de vorm gaan brengen die je wil. Dus ik ga proberen om er weer zo'n cube van te maken, zo'n tonnetje. Kijk, er wordt alweer meer in de vorm geduwd nu. Zijkantjes een beetje recht maken. Wel goed zo. Succes!